De tot slaaf gemaakte Afrikanen, Kodjo, Mentor en Present, zijn op 26 januari 1833 op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De mannen werden levend verbrand. De Nationale Commissie Jubileumjaren 2018 heeft in verband hiermee op 9 oktober een plakkaat onthuld met daarop de geschilderde gezichten van deze drie vrijheidsstrijders. Henk Herrenberg, voorzitter van de commissie, zegt dat de Federatie Afrikaans Ranamang gehuldigd moet worden. De commissie heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de slechte naam van deze drie vrijheidsstrijders in de geschiedenisboeken te ontkrachten. De DC van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkus, gaf aan dat het plakkaat een geschiedenis heeft. Ik hoop dat iedereen deze historie aanneemt en het zich eigen maakt. Laten wij uit de geschiedenis leren en als land proberen te komen uit alles dat ons tegenhoudt, zei Nerkus. Verder deed Nerkus een beroep op iedereen om de omgeving van het plakkaat schoon te houden. Wie de plaats waar men zijn helden eert vervuilt, helpt mee aan de afgang van zichzelf en de omgeving, aldus de DC. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling sprak van een markant moment in onze geschiedenis. Volgens de bewindsman zou elke Surinamer dit verhaal uit het hoofd moeten kennen. De blanke meesters wisten dat er een moment zou aanbreken waarbij de waarheid aan het licht zou komen. Wanneer je een zuivere geschiedenis hebt, heb je een zuiver heden en een zuivere toekomst, merkte de minister op. De bewindsman is van mening dat wij alles moeten doen om tot natievorming te komen. We moeten niet vergeten waar wij vandaan komen en waarom wij hier zijn, zei Dikan.